Goedemorgen, we zijn wakker, net ontbeten. Dit is onze campingsite. Gelukkig geen leopard, maar een heleboel mensen, waardoor we vanochtend weer heel vroeg wakker werden. Echt serieus, mensen zijn soms zo asociaal. Ze werden om 4 uur wakker, ja, dat mag je zelf weten. Maar super hard praten, lachen, met deuren smijten. Ja, echt, het was ongelooflijk. Dus dan word je om 4 uur wakker, maar goed. Ligt echt gewoon pal achter de game reserve. Dus je hoort serieus gewoon dieren brullen, gommen. Ik weet niet, je hoorde jackals van die wolvengeluiden maken. Dat was echt super apart. En, maar vooral de leeuwengebrom is heel apart om te horen 's nachts. Maar we gaan zo aanrijden. En dan gaan we lekker door de park rijden. Op naar de volgende camp. Dat is de Halali camp. Daar gaan we 2 nachten slapen. We staan heel dicht. Zebra's, die dieren zijn nu helemaal niet bang, lijkt wel. Rennen nooit weg of zo. Tenzij je achteruit rijdt met je auto. Somehow schrikken dieren er altijd van, ik weet niet waarom. Maar echt bijzonder om dieren zo van dichtbij te zien. Vroeger was het nooit zo, hè? Zo dichtbij. Mooi. Je ziet daar zo'n kleintje, daar een kleintje liggen. Super lief. Hier zie je een vrouwtjesleeuw. Hier stond bij een waterhole. Is er water aan het drinken. Al die dieren zijn eigenlijk in stress aan het kijken wat de leeuw aan het doen is. Ongelooflijk. Heb je ook gefilmd? Oh, hij is zo mooi. Super mooi. Wij staan hier super dichtbij. Oké, hou hier een beetje omhoog. Want achter ons zie je zebra's en die daarop. Ik wil jagen. Oké. Okay. Goed, dus kan hij komt echt niet de auto te springen van hem, no worries. Heb je hem gefilmd? Ja. Zo vet. Zo cool. We zijn aangekomen op de Halali camp en we hebben gekozen voor een kamer dit keer. Echt na 2 nachten kamperen, dan wil je gewoon een fatsoenlijke kamer. Met schone handdoeken en een schone toilet en badkamer om lekker te douchen. We hebben hier ook een achtertuintje waar je kan zitten voor ontbijt of diner. En dat is echt heel fijn. Lekker groot ook. Jongens, 2 nachten komende. Chill. Goedemorgen allemaal. Het is waar we vanochtend wakker zijn geworden. Deze view eens. Vanuit onze tent. Helemaal niets of niemand. Alleen natuur. Dit is dus Damaraland. Ja, dit is Damaraland. We zijn gisteravond aangereden door Tosha en hier aangekomen laat geslapen. Een soort van met stomme tent waar ik nooit in slaap val. Ik vind die super chill. Nee, ik niet. Ik heb echt geen ruimte en ik krijg het benauwd. Maar. Ik ben altijd zo blij als de nacht voorbij is, want ik kan eindelijk wakker worden. Want ja, ik was eigenlijk al wakker. Om 5 uur 's nachts. Dit is waar we gisteravond geslapen hebben. Je ziet de tent op onze 4-wheel drive. Daar hebben we het ontbeten nog gisteravond gezeten met het kampvuurtje. Zit om ons heen zijn allemaal gewoon rocks. Helemaal niks. Helemaal niemand om ons heen. En het is wel een camping, dus je betaalt voor deze plek om te slapen. En het is een prachtige plek. Helemaal midden in de natuur. Gewoon helemaal stil, je hoort helemaal niks. Dat is echt misschien een van de highlights nu toe van Namibië. We zijn net weggereden tot camping site. Het was een onderdeel van de rest van het gebied hier. Ze hebben hier ook lodges. En het is hier echt ongelooflijk mooi, die lodges. De omgeving erbij. We zijn bij de Twijfelfontein en krijgen een guided tour door het gebied. En we lopen nu naar de engravings.
die bewaard zijn gebleven van 6000 jaar geleden, door mensen gemaakt zijn. En er is al wat bewaard gebleven, dus even kijken wat er nog is en wat het allemaal betekent. En wat de geschiedenis erachter is. Je kan hier niet zomaar zonder guide van lopen, want je hebt hier gevaarlijke beesten weer, veel slangen. En we hier een discussie met die gast. En blijkbaar, de mensen hier kennen geen Afghanen. Zodra we ergens zijn, denk ik dat wij Indiërs zijn. En je moet altijd uitleggen waar het ligt en welke taal we spreken. Hoe dat anders is met India. Zo grappig. Dat overal in de wereld gezien worden voor Indiërs. Je eerst? Dus dat zijn die engravings die ze 6000 jaar geleden hebben gemaakt. Het werd dus voornamelijk gemaakt om kinderen te leren hoe de voetafdrukken van dieren uitzagen. En het was dan mainly bedoeld om ze te leren hunten. Waar ze naar op zoek moeten zijn als ze op zoek zijn naar dieren. En ja, het was de main purpose eigenlijk. We zijn al een paar uurtjes onderweg vanaf Twijfelfontein richting de Brandberg. En echt, we zijn middle of nowhere. De desert, echt gewoon helemaal niks om je heen. Behalve mooie landschap. We komen langs die villages en zo, maar we zijn de weg kwijt. Als je op Google Maps kijkt, die weg kunnen we dus niet vinden. Super raar. Wil je niet verdwaald raken? Jee, je hebt het gevonden! Voor zover je het een weg kan noemen, het is nog steeds echt gewoon onduidelijk. Maar we weten ongeveer dat we die tracks moeten volgen van de voorgaande auto's. Maar het blijft hier heel uniek. Echt dit is wat heel ik mooi. Gehoopt had en we het eind gevonden. Ja, het is echt super echt mooi. Een middle of nowhere. Okay, Google Maps gaf ons een shortcut aan. En het was tot nu al echt extreem gevaarlijk rijden en dan moeten we hier overheen. Je kunt zien dat is echt zeker een halve meter naar beneden door rocks en zand en ik weet niet wat allemaal die kant op. Dus ik hoop het gaan overleven. Ik ga het zo meteen zien. Ja, je gaat goed. Oh, jeetje. We hebben het overleefd. De auto staat niet vast, gelukkig. We rijden nu alweer richting onze camping. Het is bijna donker, dus hopelijk dat we net daarvoor aankomen. We hadden net over dat we bijna geen andere toeristen om ons heen zien. Like, seriously. Of ze maken het gewoon helemaal niet mee, of ze maken het alleen in de ochtend mee. Dat ze heel vroeg opstaan en sunrise meemaken. Maar wij zoeken ook mooie plekken op met sunset. Maar dan zijn we helemaal alleen, gewoon. En ik weet niet of Namibië heeft gewoon niet zoveel toeristen. Of onze timing is heel laat. Ik weet echt niet. Maar ja, we zijn nu weer in de middle of nowhere, dus ik ben benieuwd wat voor lodge of camping we straks hebben. Ik ben benieuwd. We zijn net aangekomen in onze lodge voor vanavond. Zo'n kamertje, kamer voor twee. Zo chill, na het kamperen heb je dit gewoon echt nodig, weet je. Ik zie er serieus niet uit. Echt, ik ga straks douchen, ik heb het echt nodig. Dit is onze avondmaal voor vanavond. Heerlijke komkommers gesneden met zout en een pasta pesto. Ja, je moet creatief zijn. We hebben hier helemaal niks aan het koken. Gewoon ons eigen kooksessie die in de auto zit. Daarom hebben we onszelf eventjes een goede maaltijd aangeboden. Het ziet er echt lekker uit. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Onze laatste dag in Damaraland. En vannacht hebben we dus hier geslapen in ons kamertje. En we zijn heel blij dat we het gedaan hebben. Want ik werd in de middle of the night. Ik wil het Engels zeggen. Maar midden in de nacht werd ik dus wakker. En ik hoorde lawaai. Ik schrok zo wakker van lawaai. Ik wist dat er iets groots het voorbij lopen was. En die sloopte alles met zich mee of zo. En ik maakte de vader wakker van er is iets buiten. Er is iets buiten. Maar hij was veel te slaperig. Nee, hij van, ik wist dat het was. Daarvoor kon slapen. Zij was bang dat het was in ieder geval een olifant. Want blijkbaar zijn hier heel veel olifant, desert, woestijnolifanten die hier rondlopen. Ja, en blijkbaar heeft die olifant dus een poort kapot gemaakt. En in het verleden heeft hij een auto's ingebroken voor eten. Gewoon serieus. Dus ik ben blij dat we hier niet hebben gekampeerd, maar gewoon een fatsoenlijke kamer hebben gehad. Ik zou het best wel eng vinden als hij een tent slaat. Hij liep gewoon net hier. Gewoon, dit is de afvalbak, heeft hij omgestoten. Echt 2 meter van ons huis. Ja. Maar ik wist dat er veilig was. Je gaat gewoon lekker slapen. Maar zij was van, nee, zal ik niet kunnen.
Dit is dus de omgeving. Er is hier ook een vlinderinvasie, als je het kan zien op de video. Wel heel mooi. Hier zie je dus wat de olifant gedaan heeft op de nacht. Hij heeft hier de porch, in ieder geval de deur kapot gemaakt. Het is helemaal verbreid door groen stenen. Dat is hoe krachtig die olifanten zijn. Zeker blij dat we een tent geslapen hebben. Blijkbaar heeft hij wel een tent. Het is een aangeval of zo, maar die mensen zaten er niet in. What is your name? Dia. Dia. And what is your name? Amaro, Papa. You're so cute, you know that? Can you wave to the camera? Say hi. Oh, she's gone. Say hi. 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 Goedemorgen allemaal, onze laatste dag in Namibië. We moeten vannacht de auto inleveren. En we hebben vannacht gekampeerd in Spitskoppen dus. En een heel mooie plek. Vooral gisteravond, een sterrenhemel, super mooi. Lekker genieten om bij het zo meteen. We zitten hier dus bij een hostel. En we krijgen hier een Damara language, wat van klik. Taal zoals ze het noemen in Nederland. En ze gaat ons precies uitleggen wat verschillen zijn. Ik kan het echt niet. Ik heb net geprobeerd, ik heb geoefend, maar... Ze heeft ons 4 klanken geleerd. Ja. Yeah. Can you do it again? One more. So, 4 different types of... And what does it all mean? When do you use it? Okay. Just say a couple words with these. Alright. Na is when you say like... Sit. No, when you say... Keep quiet. No. No. And then is when you have to say it, and then is when you have to say him, yip. And then the other one is when you have to say hi, he's not there, hi. Wow, he can do it. Oh. Hij kon het gewoon, hè? Okay. I can do it. Nee, nee. No, 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 no. Do it with me. No, just do it with me. I cannot do that one. It's a different one. Let your tongue feel pain if it has to. Goedemorgen, waar gaan we heen vandaag? We gaan terug naar Nederland. Terug naar Nederland? Hoezo? Laatste vlucht. Van onze afgelopen 4 maanden ineens doorreizen. Ja, we zijn allebei gevlogen. We hebben het heel leuk gehad, mooie momenten gehad, mooie plekken gezien. Maar we zijn allebei even reismoe. Ja. Even toe aan rust voorlopig. En familie zien, iedereen na 2 jaar, we zijn 2 jaar niet in Nederland geweest. Ja, we hebben onze ouders en familie en ja, zo lang moeten missen. Voor eventjes even bijkomen en thuis. Ja, voordat we weer opnieuw voor een plan gaan maken voor andere werelddelen. Yes, let's go! En het is weer duidelijk Europa. We komen zo meteen aan in Frankfurt.
dat we bijna in Nederland aan zijn gekomen. Muziek op de achtergrond. Van een jongen die juist toe gaat en dan een blije muziek aanzetten. En dan ook nog wat ik meest gewoon. Ik heb heel veel soorten muziek, echt een heel breed soort muziek heb ik. Ik word daar gewoon depressief van. En dan zo'n 5 minuten hier, dan moet je aan. Klein van anderhalf uur. Welkom in Europe.